Ik ben van Almelo naar Santiago de Compostela gefietst. In het noorden van Spanje. Wat was de aanleiding daarvoor? Ik wilde stilstaan bij het feit dat ik mijn ouders heb overleefd. Die zijn alle twee geen 61 geworden en dat ben ik wel. En het leek me aardig om daar een tocht aan te spanderen. Om daar eens wat bij stil te staan. En is die reis voorspoedig verlopen? Ja, eigenlijk wel. Ik had nauwelijks kunnen trainen, want zo'n tocht als dit kun je niet trainen. Je kunt af en toe een dagje op de fiets, maar dat is toch anders dan 27 dagen op de fiets. Dus ik ben er maar aan begonnen. En ik heb alle adviezen die ik kreeg altijd goed benut. En ik heb eigenlijk probleemloos 2700 kilometer gefietst. Ik ben al jaren betrokken met de Gravenruiters. En afgelopen jaar liepen wij aan tegen twee paarden waar we afscheid van moesten nemen. En toen hebben we bedacht van, zou het niet leuk zijn om zo'n actie, zo'n fietsactie te verbinden aan een goed doel. En het goede doel is dan de Gravenruiters. En zo ging Pelgrim Peter op de pedalen voor een paard. Nou, die route die ik mee had genomen op papier, die geeft aan waar je in welke plaats kunt aankloppen om te slapen. Ik wist 's morgens om 8 uur niet waar ik 's avonds sliep. Uiteindelijk gaat het om de weg ernaartoe. De laatste 3 dagen heb ik ook wat minder ver gefietst, omdat ik dan aanvoel van, als ik daar ben is het afgelopen. Gemiddeld 100 kilometer per dag gefietst, maar de laatste 3 dagen, vlak voor Santiago, heb ik maar 50, 60 kilometer per dag gefietst. Omdat je dan denkt, als ik daar nou ben, dan is het afgelopen. Jij wil dat die paren zich vertrouwd kunnen maken met de deelnemers. Dus dat betekent een rustig karakter. Dat betekent een paard die aanvoelt van, dit kan wel en dat kan niet. En daar worden ook onze paren op geselecteerd. Nou, we hebben Santiago uitgezocht. Een mooi groot paard die al wat ervaring heeft opgedaan bij andere maneges. En die voor ons nog heel goed geschikt is om een aantal jaren ons verder te helpen. Een heel andere vraag. Hoe zit dat nou met die manege? Wanneer gaan jullie daarmee starten? Nou, wat ons betreft op zeer korte termijn. Ik durf nog steeds geen dagen te noemen, maar het gaat om dagen, niet meer om weken. Dus we zijn in de buurt. Ja, wij zijn echt toe aan iets anders dan waar we nu in opereren. Dit is toch wel echt bij elkaar geraapt. Containers, zeer containers en tenten. Het enige wat een beetje degelijk is onze hardhouten stal. Maar ook die is niet meer van deze tijd. Dus het is echt goed dat wij gaan nieuwbouwen. En dat, het is in zicht. Ik heb de finish in beeld.